Goedemorgen allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog, weekendvlog, hoe we het ook noemen. Ik ga zo naar mijn werk, het is warme truiendag op het werk vandaag, dat betekent dat ze de verwarming lager zetten, dus ik heb een warme trui aangetrokken voor de gelegenheid. Mijn moeder is er nu, want Sven die is de laatste dingen voor de ondertekening aan het regelen op zijn nieuwe werk. En hij had gisteren afscheid van zijn oude werk echt super lieve cadeautjes gekregen en zo, heel schattig. Ja, ik heb echt een mega drukke week gehad. Mijn ouders gaan morgen op vakantie. Daarom komen ze vanavond nog even gezellig eten. Moeder is nu, maar die gaat daarna weer naar huis en dan komt ze weer terug. Dus die eten vanavond even hier. En hadden we verder nog plannen dit weekend? Nee, volgens mij hadden we verder niet zoveel plannen dit weekend. Gewoon even lekker rustig aan, want het is voor mij ook wel druk met mijn nieuwe baan en zo. Dus even pas op de plaats. En dan volgend weekend heb ik allerlei leuke dingen. En het weekend daarop is het carnaval. Dus er komt genoeg drukte aan. En ik neem jullie weer mee dit weekend. Ik ben inmiddels weer thuis. Er wordt druk gekookt door iedereen. Ik heb Niels het eten gegeven, maar hij eet zo nog een beetje met ons mee. Ik heb trouwens wel een andere trui aangedaan uiteindelijk. Ik weet niet waarom. Het viel trouwens wel mee met de kou op het werk. Het is niet heel aangenaam, maar het was wel oké. Even laten zien wat we eten. Simpele groene salade met Sven's perfecte dressing. Perfect gebakken biefstukjes. En aardappelkroketjes. En nu is het lekker. Nog wat tomaatjes en komkommetjes te eten. Met oma. Ja. Dus ja, we gaan zo lekker eten. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Is hij weer gevallen? En wij zijn net wakker. Ik ben gisteren... Boom! Ik heb gisteren niet meer gevlogd, want ik was zo ontzettend moe. Dat ik na het eten, wat heel gezellig was, dat ik daarna dacht, weet je... Dat ik daarna dacht, het is wel mooi geweest. We gaan even ontbijten en dan Zumba. En wil je eten? Het is al een beetje laat, want nu is het wat later wakker. Dus het is nu iets over 7:30. Dus we gaan nu eten. Juist, honger. Nieuwe boeken gehaald voor Niels bij de bibliotheek. Slak. We zijn even wat aan het drinken. We zijn net even naar de bibliotheek geweest. Mooie nieuwe boeken voor Niels gehaald. En nu gaan we even een warme chocomel doen, want het sneeuwt. Nou, we zijn even naar een biep gewandeld. En we hebben even warme chocomel gedronken, zoals je zag. En nu gaan we lekker band met de kinderwagen. Dus dat is wel heel ideaal. Ik ga het zo even filmen. We zijn nu maar op het fietspad waar geen sneeuw ligt gaan lopen, want het rijdt niet echt heel erg makkelijk. Situatie met lekker band. Ja, dat kan natuurlijk niet zien, maar we hebben op links een lekker band. In de sneeuw. Een rode sneeuwpop. Ik heb ook een sneeuwpop gemaakt, ergens onderweg. Niels duwt nu de wagen. Even kijken of ik het laat zien. Kijk, ik laat hartjes achter in de sneeuw. Vanwege mijn schoenen. Ja, het is best wel glad hè, Niels. Zo, Niels slaapt. Ik heb inmiddels mijn haar gewassen en gefeund en gedaan. Want ik ga een tutorial opnemen. Ik ga deze krultang testen van Babyliss, hoe je het ook zegt. Dus dat ga ik nu doen, terwijl Sven en Mittens toekijken vanaf de bank. Nou, ik heb hem getest en dit is het resultaat. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het houdt nu, de rest van de dag. Dus we gaan het zien. Ja, morgen misschien nog wel. Dat zou helemaal top zijn. Ik heb het haar trouwens niet stugger gemaakt van tevoren. Dus dat wil nog wel eens helpen in de houdbaarheid. Maar ja. Nu ga ik even
een beetje werken aan de site. Ik ben best wel moe eigenlijk, maar goed. We gaan nog even wat werken aan de site, want dat moet toch ook nog even gebeuren. En we gaan straks nog even op zoek naar vakanties, want we zijn nog niet helemaal over uit wat we willen deze zomer. En met zo'n kleintje moet je echt wat eerder boeken dan met z'n tweeën. Nou, we zijn alweer een tijdje verder. We zijn nog even naar Albert Heijn geweest net. Omdat we nog een aantal dingen niet in huis hadden. Ik heb inmiddels mijn huispak aangetrokken. En deze soort legging. Van Stradivarius allebei. En het is nu 17:15. Op de ene. En 17:50 op de andere. Ik moet dat even goed zetten. Dus we gaan zo lekker eten maken. En Niels eten geven. We eten vanavond pizza. Yes. Lekker. En dan vanavond Vies de Mol. Spannend. Tijd om deze puinhoop weer even aan kant te maken. En middens die ligt... Die ligt dan vaak op de stoel bij, op Niels' kamer. Dus dan moet ze weg als hij de fles krijgt. Helaas. Zo, 1 minuut verder en het is weer opgeruimd. Dat is het fijne aan zo'n bak. Ja, niet alles hebben we erin, maar... Nou, ze ziet het er alweer een stuk beter uit. Nou, nog even de andere kant. Nou, dat valt wel mee. Nog even de laatste dingen schoonmaken. Zo, alles is weer aan kant. Ik ga mijn make-up er lekker afhalen en lekker bank hangen en Wie is de Mol kijken. En ik wil nog even laten zien. Deze bloemen heb ik gekregen voor dat we 7 jaar samen zijn van Sven. Jee. En hoeveel is nu, Sven? Het is de 11e en ik heb ze eigenlijk de 30e al gekregen. En het is nu de 11e. Echt super lang voor gerbera's. Want meestal houden gerbera's niet zo lang. Dan knikken ze dus echt. Hele goede bloemen, schat. Bloemist op de Rijnlaan. Goeie tip voor mensen in Utrecht. Nou, ik ga mijn make-up eraf halen. We hebben net Wie is de Mol gekeken. En, oh man, het was weer zo spannend. Het was de aflevering dat er uiteindelijk niemand uitging. En wij zitten ook op die app. Nou, ik... Oh, het was zo spannend. Maar goed, dat houden we dus nog even spannend. Dus ik weet nou helemaal niet meer op wie ik moet zetten. We zitten nu in Moltalk te kijken. Ondertussen even een theetje aan het zetten, als je denkt, wat hoor ik. Maar ik ga hem afsluiten voor vanavond. Nee, maar die doet dat ding niet naar beneden. Nee, maar die enthousiast, als je gras gaat maaien, vergeet het eraf maar. Goedemorgen, het is zondag en wij zijn wakker. Moet je er aan lachen, hè? We hebben heerlijk geslapen tot 7:15, dus dat is ook wel eens lekker. Nou, trouwens, moet niet zo, je slaapt meestal wel door. Maar en het is wit buiten. Wacht, ik ga het even laten zien. Het is wit buiten. En echt heel koud. Oh. Ik ga even wat kleins eten en dan ga ik mijn HIIT workout doen. Ah, kapot gaan voor gevorderden. En dan hoeven we verder niks vandaag. Toch? Nee. Zit je lekker te eten, moppie? Oh, wat heb jij voor lekkers? Broodje smeerkaas? Oh, daar ben ik heel jaloers op. Maar dat mag geen kaas, hè? Oh, nam nam nam. Lekker, hè? En hier wordt ons ontbijtje gemaakt. Mmm. Oh, en deze heb ik tegenwoordig. Want deze is lactosevrij. Nou, hartstikke fijn. Ik zit even aan een kopje thee. Niels ligt in bed. Ik heb net even zijn bed opgemaakt. En ik ben zo slim geweest om... Gisteren dacht ik dat ik mijn filmpje had geëxporteerd. Ik dacht, dat is handig, want dan kan ik morgenochtend kan ik het volgende filmpje gaan bewerken. En dan kan ik deze uploaden. Heb ik hem niet geëxporteerd. Nee.
Maakt niet uit, dus dat ben ik nu aan het doen. Maar dat duurt nog heel lang. En ik ga even zoeken of ik nou niet... Want ik werk in Adobe Premiere Pro. Want ik heb een Samsung, dus ik heb gewoon een Android laptop. Of een Windows laptop. Ik ga even opzoeken of ik het wel... Want volgens mij kan ik dus niet Adobe dan nog een keer openen en dan een nieuw filmpje gaan doen. Wat echt redelijk irritant is. Dus, we hebben een superleuke geboortekaartje gehad. Dit is dus een tweeling, een jongetje en een meisje. Hoe leuk is dit? Met die, met die dingetjes van Mario. Met die paddenstoeltjes, kom maar niet. En er staat achterop ook zin in twee beschuitjes en trotse ouders. En dat is dan weer met die hoedjes van Mario. Het is echt superleuk gedaan. Het is echt heel erg leuk. Maar, toen kwam ik ook tot de conclusie dat het echt super lastig is. Want ik wil dus een kaartje sturen. Dat was nog een geboortekaartje. Ik wil dus een kaartje sturen. Met, nou ja, gefeliciteerd Lala. Maar het is dus gewoon bijna niet te vinden voor tweelingen. Zeg maar, zeker niet als je dus een jongetje en een meisje hebt. Want ik kan niet... Kijk, als er nog twee meisjes zijn, dan kan je nog... Dan staat er wel eens op een kaartje prinses. En dan kan je nog wel jus van maken. Prinses Jus of zo. Ja, hier kan je niks mee. Dus ik heb uiteindelijk online wel een heel leuk kaartje gevonden. Maar goed, ik heb dat vriendinnetjes ook even getipt van die hele leuke kaartje en kalender zo maakt. Joh, dat is echt gat in de markt, want dat is er gewoon echt bijna niet. Laat staan, een beetje modern. Dus ja, nou goed, dat. En we hebben heel leuk, oh dat kan ik wel even laten zien, hele leuke. Ik dacht, ja weet je, mijn tweeling, wat geef je cadeau. En zij hebben aan Niels echt super stoere schoentjes gegeven toen. Ik ga het even opzoeken hoor, hoe heet het ook alweer... Ja, kijk, ik heb deze twee rammelaars besteld. Die vond ik echt zo leuk. Ze zijn van het merk Zebra met een S. En je hebt er heel veel soorten van hoor. Maar ik vond het wel leuk, zo'n roze en een blauwe. Toch een beetje cheesy, maar dan wel een beetje oude roze. En een beetje meer, een beetje een andere kleur blauw. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook zo'n leuk hertje. Nou, ik vond het echt helemaal leuk. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik zat ook nog te denken, gewoon hydrofielen, want die heb je echt zoveel nodig. Dus ik had ook hele leuke hydrofielen doeken gevonden. Maar nou, ik dacht, ik ga toch voor de rammelaars. Niels had op een gegeven moment een gehaakte rammelaar gekregen en die vond hij echt heel interessant. Dus nou ja. Oh ja, en gisteren Wie is de Mol? Oh, dat had ik al gezegd, toch? Ik weet het ook niet meer. Ik ben echt steeds zo moe 's avonds. Maar het is een beetje omdat ik die nieuwe baan begon. En een collegaatje had al gezegd dat je dan, dat gewoon best wel veel, ondanks dat ik zeg maar niet van bedrijf gewisseld ben, maar alleen maar van plek. Maar, dus ik had zoiets, ja, dat zal wel meevallen. Maar zij zei al, van ze heeft dezelfde overstap gedaan een tijdje geleden. En ze zei al van, nou, dat merk je echt wel. Dat is right. Ik heb niet zoveel make-up op trouwens, want daar heb ik geen zin in. Ik heb ook een weekend. Maar ik heb wel iets op mijn ogen gedaan. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo mooi. Maar dat had ik al opgesmeerd. Nou, dit pelt uit. Ik ga dit even opruimen, want we gaan morgen slapen wij bij mijn ouders, want die zijn op vakantie. En wij gaan naar een voorstelling. Dus Sven's ouders slapen bij ons, maar dan wil ik dus even mijn, mijn toiletwas een beetje aan kant maken, want dit kan niet. Dus ik ga hier dingen inleggen. Ik moet dit ook even een beetje opruimen. Nou, hoppatee. Nou, dit is een beetje opgeruimd. Niet helemaal zoals ik zou willen, maar daar ga ik nu niet doen. Ik heb geen zin in. En deze kan weer dicht, dus dat is ook fijn. Je ruimt het op en twee tellen later ziet het er alweer zo uit. Ja, ja. Heel fijn. Ik ben video's aan het bewerken en ondertussen heb ik thee met appels, met rozijntjes en kaneel. En... Sven is op de bank in slaap gevallen en Niels ligt in bed. Ik ben de afgelopen uren een beetje vergeten te filmen, maar we hebben net echt mega lekker gegeten. Want Sven die had stoofvlees gemaakt en het was echt top. En Niels is niet helemaal aan het beste doen vandaag. En ik denk dat het komt, hij heeft net ook een beetje overgegeven, maar ik denk dat het komt door tandjes. Want ik zag ineens dit tandje komen. Dus dat verklaart het, denk ik. Ja. Oh, dan komt hij voorbij gewandeld. Woehoe!
Het is zo schattig, want hij kan veel beter lopen dan dat hij zelf doorheeft. Dus hij, hij loopt dan af en toe en dan zit hij zo naar beneden kijkt en denkt hij, oh nee, ik loop en dan valt hij. En nou ja, het was in ieder geval super lekker. Stoofvlees met frietjes en broccoli. En Niels heeft echt mega veel broccoli gegeten. Oh, ik zit een beetje gek in het licht. Niels gaat zo naar bed. Wij gaan vanavond Homeland kijken. Wie komt eraan? En ja, ik denk dat er niet meer zo wat spannend gaat gebeuren, hè? Nee. Zo, deze kleine manier op uitleggen. Ja. Zo, deze manier op bed leggen en dan gaan we even wat spulletjes pakken, omdat we dus morgen bij in het huis van mijn ouders slapen. En ja, that's it. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Het was niet een mega innoverend, al wel, het sneeuwde, niet heel onbelangrijk. Maar vandaag vooral gewoon heel erg veel aan de site gewerkt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het fantastisch vinden als je de video leuk vond. Dat je een duimpje omhoog doet. En dat je abonneert op Blondie Beauty Fashion. En hier op de bal te klikken. Want ik ben zo dicht bij het magische aantal. Dus please. Dat zou ik heel leuk vinden. En nogmaals super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week. Doei!